Hoi, welkom. Uh, vandaag heb ik uh, te gast Peter van Hoeken. Peter, ik ga de hele anekdote niet vertellen hoe we elkaar leren kennen hebben. Dat doe ik dan wel even via andere kanalen. Dat wil ik de mensen zeker niet onthouden, maar dat gaat ons veel te lang uh, duren om dat, om dat in te leiden. Um, en ik ga je ook niet proberen in te leiden en ook je bedrijf niet proberen in te leiden. Er is niemand beter geplaatst om Peter van Hoeken te vertellen wie is Peter van Hoeken en Um, het bedrijf van Hoeken, wat is het bedrijf van Hoeken? Dus Peter, eerst en vooral, wie ben jij? Zoals dat gezegd, ik ben Peter van Hoeken, ik ben 55. Ik ben vader van acht kinderen, zeven kleinkinderen, eentje onderweg. Dus dat is weer al een huichelijke belevenis, om het zo te zeggen. Ja, goh, wat kan ik nog over mezelf vertellen? Ik praat niet zo graag over mezelf, maar. Goed onder vrienden kunnen we dat eens doen. He. Precies, de zonder um, vrienden is dat, daar is niemand. I know, I know. Um, motorrijden, een grote passie van mij. Ik ben net op reis geweest nog eens met de motor. Ik heb het geluk van een echtgenote te hebben die dat ook graag doet. En uh, vervente sponsor van onze horecacultuur, uh, in de zin dat ik heel graag... Nederland zou ze een Bourgondier noemen. Dan, ja, uh. dat mag wel. Dat ja. mag wel. Ik werk ook aan de, aan de, tegengestelde, de tegengestelde effecten. He. Maar um, Um, dat komt eigenlijk vanuit mijn natuur omdat ik heel graag tafel, hè? ik zit graag met mensen aan tafel. Uh, vandaag is dat wat, wat grotere afstand hè, dan, dan voorheen, maar uh, ik vind een tafel verbindt, uh, dat verbindt mensen, praten, eten, uh, uh, het zijn totaal andere gesprekken, andere belevenissen dan dat je nuchter met elkaar moet communiceren. Je merkt dat nu ook, als we nu... Telecommuniceren dat is toch net iets anders. Ja, maar vandaar over, lekker eten. hoor dus. je over mensen praten, connecteren ja. praten. Is dat jouw drive? Um, daar heb je zeker een van mijn belangrijkste uh, drijfveren mee. Hè. Ik, uh, als men mij vraagt bij ons uh, hoeveel, uh, hoeveel mensen werken er, dan denk, zeg ik altijd: er werken bij ons 260 families. Hè. En uh, dat meen ik heel oprecht. Hè. Ik uh, voel mij ook verantwoordelijk hè. Als in mijn rol als CEO. Um, om voor die 260 families te zorgen. Hè? En die verbinding van die mensen zorgt ervoor dat dat een extra dimensie krijgt. Hè? Dat niet alleen die mensen de zorgen en of de, de vreugde die ze bij ons beleven mogen meenemen naar huis, maar dat wij ook van hen thuis iets terugkrijgen voor onze onderneming. En dat verbinden vind ik uh, cruciaal, hè? zeker in een onderneming voor de toekomst. Hè? Wij, 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 wij leven in een high tech. ...wereld die altijd maar verandert. Hè. Degenen die zeggen dat dat niet zo is, die hebben het fout. Ik zal dat nu zo zeggen, heel hard. Hè. Maar in die high-tech-wereld vind ik uh, het age-to-age-component... Uh, ...een van de allerbelangrijkste. Als je mij vraagt wat zijn de, de drivers voor de toekomst... ...is dat technologie of zo, dan zeg ik altijd eerst de eerste mens. Je had het er net over, over je organisatie... ...je verantwoordelijk voelen voor die 260 uh, gezinnen... Mm -hmm. Ik kan het niet vertellen, maar ik ga het nu toch doen. De eerste keer als ik bij jullie kwam um, en ik was op je aan het wachten, hing er een, uh, een papier aan de, aan de muur met daarop de strategie van de, van de organisatie. Wat is die nou? Heel erg uh, uitgewerkt. Meestal, als ik dat in, de, in, een, in een kantoor zie hangen van de CEO, dan hangt dat daar en dan uh, is dat gemaakt. Ik begon daar vragen over te stellen en ik merkte meteen van, dit is jouw DNA. Dit, dit heb jij Ons vertaald, DNA. jullie DNA. Ja. Maar je, je, je kon dat, het, het was een passie op het moment dat je dat brengt. Ja, maar dat is, dat is het nog steeds. En een van de elementen die me meteen opviel, dat is dat je zei, ik heb een organisatie voor, niet voor deze generatie, maar een blijvende organisatie. Klopt. Eigenlijk een, een organisatie voor de eeuwigheid. Dat is ook zo. Ja. Ja. Als ik naar de naar de, de, de kern van onze ondernemingsvisie mag, mag gaan, omdat je mij die voorzet geeft. Um, de continuïteit van onze onderneming is ons allerhoogste doel. Want die continuïteit die gaat ervoor zorgen dat we kunnen blijven bestaan over generaties heen. Hè. En u mocht dat uh, speciaal vinden, maar dat komt oorspronkelijk uh, van mijn vader zijn drive. Hè. Om um, nog iets te, te vertellen over onze onderneming, tweede generatie. Hè. Ik heb uh, het geluk gehad van een vader te hebben die, die uh, gepioneerd heeft. Hè. Iets uh, wat niet in mijn vaardigheden ligt, dat moet, ik, dat moet ik eerlijk toegeven. Daar hebben we altijd vaak met mijn vader zo wat, uh, leuke spanningsvelden rond. Hè. Uh, pa is de, de pionier. Ja, dat is. Ja. Die, die hebben, die, die heeft, uh, mijn vader is begonnen met de onderneming um, en dat is uh, algemeen bekend bij ons. Uit onvrede, omdat hij zijn klanten niet goed kon bedienen bij zijn toenmalige werkgever. Iedereen, en mijn Iedereen vader, die is... zit zich nu af te vragen: wat is de onderneming? Wel, nu? Wat kijk, is onderneming? Dan... Ja, ja. Ik kan dat dan meteen vertellen. Ja. Hè? Dus mijn, mijn, mijn vader die, die, die werkte destijds voor een distributeur van meubelbeslag. En meubelbeslag was een vrij nieuw, uh, nieuw gegeven. Hè? Je moet rekenen: voor de jaren zestig was meubelmaker Ambacht. Dat was meestergezel, dat was kunst. Kijk maar naar oude antieke meubelen, dat werd met de hand uitgesculpteerd, dat was beeldhouw. Dat was zwaar in de kaart. Ja, dat, en, en, en dat was echt het, het, het handwerk, het vakmanschap. En in de jaren 60, golden 60s, veranderde ook onze maatschappij. Die maatschappij die gaat anders denken. We krijgen demografische effecten, mensen gaan van het platteland massaal naar de steden verhuizen. Trouwens een beweging die ik denk dat we de komende jaren nog veel sterker gaan blijven zien. Maar in die tijd was dat, was dat, uh, was dat, was dat heel, uh, heel tastbaar. En het effect ervan is dat die mensen die van het platteland kwamen, hun meubelen niet konden meenemen omdat die te log en te zwaar waren voor die appartementen waar ze gingen in wonen, Want appartementen waren destijds luxe... Uh, ja componenten van van dat was het nieuwe wonen nieuwe wonen ja. dat was modern dan dan dan, je, dan je een moderne mens in die tijd hé. en mijn grootouders hé, mijn, mijn vader is opgegroeid in Basel eh, landelijk dorp eh, tussen Sint-Niklaas en Antwerpen en mijn grootvader was daar onderwijzer en de onderwijzer was destijds de onderwijzer de notaris de burgemeester de dokter eh, en de pastoor We waren de intelligentie dus die man die had een job voor het leven en toch gaf mijn grootvader zijn job op omdat hij de drang had om iets aan die maatschappij uh, bij te dragen, om de economie bij te dragen. Niet alleen om de kennis, want dat had hij gedaan. Daar heeft, heeft, heeft hij zich kunnen volledig in ontplooien. Maar dan was het voor hem naar de haven. Hey? En hij heeft dan uh, een uh, aandeel in de weingarten gekocht en is nazibaas geworden. Hey? Uh, tegen Nederlanders moet ik altijd uitleggen dat nazibaas niks met de oorlog te maken heeft. Maar ja. ja. goed zwart. Hey? Um, maar die mensen verhuizen dus naar het Frederik van Edeplein op linkeroever. Prachtig zicht op de skyline van Antwerpen en die konden die meubelen niet meenemen. Dus die moesten meubelen gaan kopen. En ze waren niet alleen natuurlijk in die tijd. En die massale uh, stadsvlucht, uh, de de plattelandsvlucht, de stads plattelandsvlucht ja. eh, richting die stad, die heeft ervoor gezorgd dat de vraag naar meubelen explosief gegroeid was. Eh. Die meubelmaker kon niet volgen, dus die moest op zoek naar technieken om uh, zijn, zijn output te verhogen. Eh. En die output kon verhoogd worden door het toepassen van modern beslag. Meubelbeslag. Meubelbeslag heeft dus voor alle duidelijkheid Rick, niks te maken. Ik heb je het al nee, deurwaarders. Ik ben nee. er toen als ik de eerste keer elkaar ontmoet ja. heb achtergekomen. Ja. En mijn vader die, die had, had een paar omzwervingen gedaan, eerste werkgever, een paar slechte ervaringen gedaan. Nee, typisch, vandaag zouden we daar management cases van maken, van leiderschap. Ja. Ja. En dan heeft hij uiteindelijk is hij terechtgekomen bij een Duitse speler. In die tijd, ik spreek nu midden jaren 60, waar hij dan het Beneluxgebied, of de Belgen, Belgen deed voor die mensen als vertegenwoordiger. Maar het probleem was dat die mensen een Duits programma hadden. Met Duitse kenmerken, met maatvoeringen die wij hier in Vlaanderen niet kenden. Dus die klanten kon hij niet optimaal bedienen. En hij wist dat er andere fabrikanten waren die dat wel konden. En die frustratie die heeft hem zo ver gedreven. Het echte zorgen voor die klanten, het extreem, wat wij vandaag de dag nog altijd noemen, nee. extreme customer centricity. Die klant staat centraal, en daar doen we alles voor. Die heeft hem ertoe bewogen om op een dag te zeggen: gewoon tegen mijn moeder, schat. Ik ga een handelaar worden, ik doe het zelf. En dat is het allereerste begin. En mijn vader heeft zes jaar lang alles alleen gedaan. Ik ken bedrijf. Je doet op dit ogenblik meer dan enkel het verdelen van dat beslag. Ja, dat klopt. Uh, wat mij van in het begin gefascineerd heeft, is. Jullie zijn het schoolvoorbeeld van. Je ontdekt op een bepaald moment een niche die niemand gezien heeft, of die niet in die ja. mate gezien heeft. Waarvan je zegt, daar zit een nisje, hier kan ik een businessmodel ontwikkelen dat te maken heeft met datgene wat ik al deed, maar wat wel een nieuw businessmodel is. Dat vind ik een schoolvoorbeeld van ja. jullie, dat jullie dat gedaan hebben. Mag ik een kleine nuance toevoegen? Ja. Je ontdekt dat niet, je gaat er naar op zoek. Okay. Uh, ontdekken is een toevalligheid en dit is, in, in ons geval is het geen toevalligheid. He? Ik kan u perfect vertellen de momentums, dat, hoe dat we ertoe gekomen zijn. Uh, dat komt omdat wij. Altijd veel verder kijken dan de dag van vandaag. Ik heb je er juist verteld over die continuïteit over de generaties heen. Dat wil zeggen een hele lange termijn visie. Mm -hmm. En die lange termijn visie, die hebben wij vandaag ook. Wij kijken ook niet alleen naar morgen, of naar volgend jaar. Of naar uh, hey, wij kijken veel We durven zelfs toch nog vandaag tien jaar verder kijken. Hey? Ik zal niet zeggen dat we daar nog. Hey, uh, ja. Zekerheden hebben, maar goed. Maar je hebt die derde horizon, blek. heb je wel. En die horizon hey, die is zo, van zo'n groot belang, omdat u je, je scherp stelt om naar uw markt te kijken, naar uw klanten te kijken, naar de behoeften te kijken, naar de maatschappij te kijken. Hoe ontwikkelt een maatschappij zich, hoe ontwikkelt de klant zich, hoe ontwikkelt het product zich. En als je dat niet doet en je doet er niet een gooi naar mogelijke scenario's, dan uh, droogt je pijplijn op. En je hebt dus. een um Fabricatie begonnen waarbij je ladens maakt. Mm -hmm. En om het even welke lade, welke afmetingen, welke dimensies, welke in, ja. binnenkant, welke buitenkant, het kan allemaal bij, bij jullie besteld worden. Ja. Hoe organiseer je dat? Ja, ja dat, is iets, uh, dat, is, dat is een beetje de crux van het verhaal. Hè. We hebben een leuke, leuke anekdote of, of een paar leuke cijfers om, te, om dat vooral te staven. Als wij elke lade die we kunnen maken vandaag één keer zouden maken. Dan moeten we 48.000 miljard verschillende maken. 48.000 miljard. miljard verschillende maken, hè? Die gaan we dus nooit maken. Uiteraard. Maar je zou ze kunnen maken. In theorie ja. kan. Zijn dat alle combinaties dat zijn alle die combinaties mogelijk zijn. Dus we hebben statistici bij ons zitten die dat uh, fijntjes berekenen enzovoort. Ik kan u wel zeggen, wij produceren per jaar ongeveer een, een 600.000 laden. Van die 600.000 zijn er 400.000 verschillende. We hebben, we hebben zelfs productieprocessen zodanig uh, omgebouwd. Dat we bijvoorbeeld uh, binnen een cyclustijd. En nu wil ik heel technisch worden. Dus je, uh, uh, elke stap in het proces heeft een, heeft een cyclustijd. Hè? Uh, dus doorgaans is dat 40 seconden bij ons. En wel, op het moment dat die cyclus voorbij is. en men schuift door naar de vol het volgende station. stellen de machines zich volautomatisch om naar hetgene dat gaat komen. Dat is machine-to-machine machine ook. He, er komt niemand meer aan. Dat is uh, volledig geautomatiseerd om ervoor te zorgen dat we die uh, hoge flexibiliteit kunnen hebben en dat we die variantie kunnen beheersen. En dan nog moeten we ons heel erg stretchen hoor. En het is daarom dat die mensen ook die bij ons werken zo belangrijk zijn, dat die zich uh, daar zo heel loyaal en flexibel tegen voor engageren. Maar ik denk niet dat ik jou hoef te vragen wat, hoe jij de toekomst ziet van big data, ja. artificiële intelligentie of noem het technologische intelligentie. En automatisering, want daar zit jij volop in. Ja, ja dat, is, uh, dat is inderdaad zo. Hè. Dan heb ik het over productie. Ben je ook uh, met dat soort dingen als big data, um, intelligentie, technologische intelligentie, artificiële ja. intelligentie en automatisering Absoluut. ook bezig in je CSM-marketingafdeling? Uh, Zeer zeker. Hè. Wij, um, wij zijn een verkoopgedreven organisatie. Nee? Als de het welzijn van de klant voorop staat, he. dat staat op nummer één, ja, dan moet je, je age-to-age, human-to-human met die klant bezig zijn. Dat um, staat op de eerste plaats. Maar nadien, vermits dat wij over die lange termijn visie uh, beschikken en willen blijven bestaan over die generaties heen, moeten wij ook kijken naar die technologieën die op ons afkomen. Want je spreekt AI bijvoorbeeld, Ik pak er eentje uit, uh, artificial intelligence. Um, als je bij ons in de sector, want wij leven eigenlijk een beetje in een archaïsche sector. Hè. Ik zal niet zeggen dat we, dat het allemaal gepetto's zijn. Ja. maar, nee, ja. hè. Het is, het, en de reden waarom dat dan een archaïsche sector is, is omdat meubelen emotie zijn. Meubelen zijn emotie. Hè. wat ik zo mooi vind is jullie, ik laat je daarna ja. je verhaal af, maar, Maar ik, ik wil hier even op inpikken. Ik hoor heel vaak over de bouw, hè. Ja. daar zijn jullie een onderdeel van. Ja, maar on, on, wij zijn nog niet gedigitaliseerd, want de, de, het laatste kanaal is nog niet gedigitaliseerd, wat jij altijd gezegd hebt. Het heel duidelijk ook laat blijken, oké. Okay, maar ik, dat houdt mij niet tegen om nee. al te digitaliseren. Om een soort voorloperrol. voorlopenrol. Je zegt dat je geen pionier bent, maar je bent toch aan het pionieren, Peter. In die zin wel. Daar heb je gelijk in. Daar ja. heb je gelijk in. Ik kan tegen papa nu zeggen dat ik uh, ja, ja. Ik heb een verhaal voor hem. Ja. Dat is leuk. Krijgen we hier een leuke discussie. Maar, um, Artificial intelligence. Hè? Als je dat aan onze klanten vraagt, we vragen dat ook gewoon aan, aan medewerkers. Dan zeggen de mensen, ja goh, uh, iets met een computer die altijd maar sneller gaat rekenen en gaat denken, maar ja, wat dat voor ons betekent, dat weten we niet. Hè? En dan denk ik zo, vanuit mijn, mijn rol als CEO, en ik ben daarbij ook degene die, bij ons die, allee, nogal eens uh, aan die organisatie durft schudden zo, hè? Uh, men, men, als men mij ziet komen, dan gaat er al eens een zucht en zeggen, oh, weer iets nieuws. Hè? Uh, maar het houdt ons scherp. Hè. En wij hebben, om artificial intelligence te noemen, vermits dat we niet weten wat dat kan betekenen voor ons, ik heb geen enkel clue, hè. ik weet het echt niet, hebben we een van onze meest verstandige wiskundige mensen bij ons genomen. We hebben die man vrijgemaakt, gewoon van al zijn andere taken hè, binnen IT. We hebben gewoon gezegd: van, Kijk, Frank, houd u bezig met het onderzoeken. Wat artificial intelligence voor ons als onderneming kan betekenen? Zou kunnen betekenen. Zou kunnen betekenen. Hoe gaan wij om met die technologieën? Wat doen we met uh, AR, VR? Um, ik hoef je niet te vertellen dat we in een tijd zitten waar we plotseling allemaal naar, naar uh, technologische middelen grijpen om te communiceren. Hè. Uh, dat is één ding. Maar wij waren op voorhand al bezig om onze showroom naar de next level te tillen. Want wat is een showroom? Een showroom is een ruimte waar we, waar we mensen uitnodigen en waar we mensen producten laten zien. Die showroom die is al tien jaar hetzelfde. Ik nee. zal niet zeggen dat er al tien jaar hetzelfde product in zit, uiteraard niet, dat varieert. Maar het proces om met die showroom om te gaan is al tien jaar hetzelfde. Nou, zoals en ik heb het gezegd. Het concept showroom in zijn algemeenheid is 100 algemeen. jaar oud, ja, ja, ja. En dus wij hebben wij nu besloten, we hebben gezegd: van kijk, wij zijn een vooruitstrevende onderneming, wij moeten onze klanten een beleving geven. Je kunt niet meer zeggen, vroeger konden ze zeggen, kom eens naar het product kijken, hè, want dat is technisch. En ja, dat is goed, maar men kent ons niet al, we zijn marktleider. Hè. Die mensen zijn allemaal al bij ons geweest, wat gaan we nu nog vertellen. Nee, behalve dan dat wij die mensen een beleving geven waarbij als ze bij ons komen zoveel ervaringen en emoties meenemen naar huis, die hun inspireren om hun een business beter te maken. En dat wil zeggen dat we niet meer gewoon moeten zeggen van kijk, dat is product A, dat is product B, dat is product C. Maar dat we gewoon moeten zeggen van kijk, we hebben onderzoek, behoefteonderzoek gedaan. En er komen dingen uit die uh, de consument ons aanreikt als behoefte, en jij beste klant, kunt er op die en die en die manier op inspelen. Wij zijn bezig met smart living, wij zijn bezig met uh, micro living. Uh, Dat is de passie juist... die we delen. Hè? Ja, ik ja. heb er juist verteld: in, in, in 2050 weet je het allemaal, of 75% van de wereldbevolking in die steden wonen. Mijn grootvader was daar de exponent van. Mensen waren al gepionierd, die vertrokken al naar Antwerpen. We gaan op, op kleinere oppervlaktes, maar meer halen. De druk op de ja. beschikbare oppervlakte is gigantisch, die wordt altijd maar kleiner en de prijs wordt duurder. Ik heb nog twee heel belangrijke vragen voor jou. Uh, je bent CEO van een mooie organisatie, je voelt je verantwoordelijk voor 260 gezinnen. Je, een of je bent een organisatie aan het bouwen voor de, de eeuwigheid. Ik vind dat zo'n fijn woord, hè? voor de eeuwigheid. Je, je kijkt constant tien jaar vooruit. Dus wij hebben een aantal dingen aangeraakt die met leiderschap te maken hebben. Hoe zie jij het leiderschap van de toekomst? Wat is de leider van de toekomst? Uh, goeie vraag. Ik weet niet of ik u die vraag kan beantwoorden, maar ik weet één ding zeker. Je kan er het, zeker je, je mening over geven. Ik hier, kan dat Peter. zeker doen. En ik uh, kan u alleen zeggen, de, als leiderschap nog enkel gebouwd zou zijn op hiërarchie, uh, dan kan ik al zeggen dat zal het niet zijn. Hè? Maar waar wij al sinds 2011 zeer actief aan werken, dat is aan organisatieontwikkeling. Hè? Omdat ik geloof dat een uh, high performance organisatie gevormd wordt door de kwaliteit van zijn leiders. En een leider wil niet zeggen de status hebben van de functie hebben van de leider, want die willen we weg. We willen geen functietitels met de leider hebben. Ik zou eigenlijk heel graag CEO af zijn. Hè? Echt waar. Uh, dat, van dat titeltje vanaf af zijn. Niet, niet mijn rol, hè? maar, maar ja. wel van dat titeltje af zijn. Omdat ik vind dat het niks bijdraagt, in tegendeel. Hè? Um, dus dat wil zeggen wij zijn aan het muteren van uh, hierarchisch leiderschap naar genetwerkleiderschap, waarbij waarbij we zeggen wij bouwen netwerken binnen onze onderneming. En ik ga nog een stap verder. Wij willen eigenlijk naar het SWARM-model, waarbij dat we zeggen van wij hebben vandaag deze opdracht. Voor deze opdracht hebben we die vaardigheden nodig. Bij die vaardigheden past dat soort leiderschap. Gij zet er de, de, op dit moment de juiste persoon voor. Neemt gij de handschoen op? Ja, oké. Okay. En dan gaan we met die ploeg aan de slag. Is dat project voorbij? Hè? Dan ontbinden we die ploeg. En keert iedereen terug in zijn, in zijn eigen netwerk. En of geloof... kan die gaan deelnemen uitmaken van een andere swarm? Ah, ja. Ja, ja, oh, natuurlijk. Ja. Dat, dat is juist waar ik geloof dat de toekomst zal zijn. Alleen geloof ik ook dat het niet of-of zal zijn, maar dat het en-en is. Het is en-hierarchisch leiderschap, ik ga verklaar mijn nader. en genetwerkt en swarm. En waarom toch nog dat hiërarchische? Ik kan u maar één ding zeggen: corona. Ik weet heel goed dat ik voor onze teamleiders heb gezeten en dat op 18 maart hè, wij een knoop moesten doorhakken en dat niemand die knoop wilde doorhakken. En dan moet er iemand hakken ja. en dan moet je zeggen wij doen de productie dicht hè, 14 dagen omdat we die niet voor onze mensen die veiligheid kunnen garanderen. En dan zijn er stemmen die zeggen oh moet je dat niet doen, ja kijk. Moet, moet even... En dan heb je effen zo heel kort, want dan, dan alles wat je, wat je hebt laten openlopen, moet je ook in staat zijn om dat terug eventjes te verbinden en samen te ballen. Om dan die kracht te hebben om de juiste beslissingen te nemen. Nou, die moeten dat weer ontspannen. En vandaar dat ik denk dat het dan de N is: hè? de maar kracht ben, zit in de N. Ik ben het roerend mee eens, ik heb het ook meegemaakt in een andere organisatie, waar je ineens eh, ja, heel, op deze, op, op deze gebeurtenissen, heel ingrijpende en snelle, kordade ja. beslissingen moet nemen waar de CEO even de, de bijna traditionele rol van CEO neemt ja. en zegt, ja jongen, het is, het, 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 iemand moet beslissen, ik neem deze beslissing en ik neem daar ook de volle verantwoordelijkheid ja. voor dat ik deze ja. beslissing neem. Dus ja. En voor de rest allee, uh, zijn we momenteel bezig om uh, onze mensen, we hebben, we hebben onze mensen vorig jaar allemaal betrokken, alle 260, en uitgedacht om te zeggen wat betekent shared leadership voor u. Ook die arbeiders, die mensen, ook de ingenieurs, ook de leiders die er vandaag al zijn, ja. hè, hebben uitgedacht om te zeggen van help ons nu eens om te definiëren hoe wij naar een, een vorm van shared leadership kunnen gaan. Waar het niet altijd diezelfde mensen zijn, waar je alles van verwacht en die het niet kunnen. Of niet alles kunnen. Sorry, excuseer. Ik ook niet. Hè. Echt niet. Hè, ja. Ik ben begonnen, ik was nummer 11 op de perel bij ons. En ik kon alle taken die in ons bedrijf nodig waren, kon ik allemaal uitvoeren. Een beetje programmeren, een trs tagger en dan wat boekhouding en ordeverwerking en magazijn. Nee, ik zou liegen, ik uh, kon niet met de vrachtwagen rijden. Ik had geen investeringen. Uh, ja. ja. Vandaag de dag hoop ik en ben ik zo tevreden dat er zoveel mensen bij ons werken die zoveel verstandiger zijn dan ik. Mijn enige taak die ik heb, dat is om die mensen enthousiast te houden, om die mensen te verbinden om die mensen uh, te motiveren, enthousiasme, het is een van onze bedrijfswaarden, het vuur, de passie, de goesting, om dat te kunnen blijven houden. Ik denk dat dat een hele mooie samenvatting is, inderdaad, van die, van die ja. nieuwe, moderne rol van, ja, van de leiderschap. Is, Je had het net over en, en, of, of, en. Um, daarmee wil ik afsluiten. Customer-centricity of employee-centricity? Daar ga ik zelfs geen antwoord op geven. Kijk. Ik vind dat een... Uh, Slechte vraag, Rick. Ik krijg die vraag altijd, nee, vandaar nee, dat nee. ik ze door. ik ga ze zelfs niet beantwoorden, want ik ga niet kiezen. Als ik uw vraag kies, tussen uw twee dochters, wat ga je zeggen? Precies. Maar ik ben het er kunt dat eens. Ik kan dat ook niet. Ik kan niet kiezen tussen mijn kinderen. Ik kan niet kiezen tussen mijn kinderen of mijn echtgenoten. Ik kan niet kiezen tussen mijn ouders. Dat gaat niet. De dingen die je het liefste ziet in de wereld, kun je niet gradueel boven of onder elkaar plaatsen. De mensen die denken dat ze dat wel kunnen, en die hier op uw vraag hier een uitspraak doen en zeggen: Het zijn mijn medewerkers of het zijn mijn klanten. Die hebben een onderliggend probleem bij die andere groep. Ik heb, uh, Echt waar, dat is mijn overtuiging. Ik kan, kan je over één ding geruststellen: je bent nu de zesde aan wie ik de vraag stel. Ik heb zes keer hetzelfde antwoord gekregen. Schitterend. Ja, er is het, hoop in het in van Vlaanderen. Van, ja. Rick, ik ga je niet tussen kiezen. Nee. Dat is een uh, onmogelijke niet. keuze. kan dat niet. Klopt, nee. je bent er roeremeis. Een laatste. Um, we zouden nog uren kunnen doorgaan. En dat is het jammer altijd dat we geen uren kunnen doorgaan. Uh, kunnen mensen jou contacteren, Peter, om een keer of naar de productie te komen kijken of uh, te komen praten met jou over hoe organiseer je het nu, die swams? Uh, nou, dat is mooi in, praktijk, in, in, in theorie, maar hoe doe je dat in praktijk? Uh, de klant centraal ondernemen, hebben het nog niet over het ecosysteem gehad. Nee, nee. We hebben dat, uh, oh man, we, we nog zoveel dingen dat we, we zouden kunnen over praten. Mogen ze bij jou komen aankloppen? Uh, men niet mag, allemaal tegelijkertijd, denk ik? Uiteraard niet. Hè? Men mag altijd bij mij komen aankloppen, maar er zijn een aantal voorwaarden. Hè? Um, ik ben een gever. Hè? Dat is mijn natuur. Ik ben geen nemer. Hè? Uh, in alles wat ik doe ben ik, ben ik eerder het geverstype dan het nemerstype. Maar als ik geef, krijg ik ook graag iets terug. Hè? En als ik evenveel krijg dan dat ik geef, dan geef ik heel graag. He? En ik denk dat je daar een balans in moet maken. Waar we in dat kader bezig zijn, het is misschien raar, ja, het is iets uh, van tijdens de laatste weken, tijdens de vakantie ontstaan. Uh, plots een idee om uh, de kennis die wij in huis hebben, actief te delen met de omgeving. He? Ik zal mij nader verklaren, wij, wij beschikken over technologieën he? en kennis en wetenschap. Er is een, ik ga een cru uitspraak doen. En ik hoop dat het ook daar eens op gechallenged wordt. Uh, ik denk dat wij in België een van de bedrijven zijn die het meest kennis en ervaring heeft rond mass customization in zo'n extreme vorm. Hey? We hebben dat. Waarom delen we dat niet? Wij gaan dat nu actief delen met onze klanten. We hebben een Van Hoeken Circle, waarbij 60 klanten hebben gebundeld, waar we gevraagd hebben: help ons mee beslissingen nemen. Hey? En we geven die mensen van alles terug, maar we gaan dat opentrekken. Hey? Ik heb zo de droom om. Uh, Platform W op te op richten in Sint-Niklaas. Platform Waasland. Waar bedrijven met hun beste mensen, onze beste IT. We hebben top IT'ers zitten die kennis kunnen delen. We hebben mensen met HR, met organisatieontwikkeling. die kennis kunnen delen. En dan wil ik niet een, 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 een spin-off maken. Ik wil geen consultingbedrijf worden. Hè? Echt niet. Hè? Maar ik wil wel iets in, in de ruil. Dat hè? is puur dat ecosysteem. Hè? Dat is een ecosysteem. En, en daar zijn we mee bezig. We gingen het samen doen. Weet je nog? Pascal ging nog eens uitleggen de basisprincipes van, van het ecosysteem. En we hebben gezegd: corona kwam en we, we konden het niet meer doen. We hebben dat af, afgelast, maar het blijft er zitten. En we zijn er zelf aan begonnen. We zijn nu bezig met, en dus is de cirkel helemaal rond. Ik heb in het begin verteld: mijn vader werkte voor een Duitse distributeur. Wij gaan vandaag die mass customization aan die Duitse wereldspeler. die 1,3 miljard euro omzet doet, 8000 mensen wereldwijd in dienst heeft. Dat is nog een andere dimensie als wij, die ons. Uh, meenemen he, op, op dat schip. Wij mogen aan boord van dat schip omdat wij over kennis beschikken die zij niet hebben. En wij gaan daar een ecosysteem mee bouwen. Wij gaan wisselwerking doen, want ik wil van hen iets terug. En ik, wij gaan hen veel geven en we krijgen ook veel terug van hen. En zo gaan wij nog andere partijen mee aan boord halen om dat te doen. En ik denk dat we dan al aardig op weg zijn om een ecosysteem te bouwen. Ik ken de, he, het is net als met artificial intelligence, ik ken daar de finesse niet van, maar ik voel dat we daar iets moeten doen. En we gaan dat ook doen. Zo, 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 zo simpel is het. Mensen, Peter van Hoeken, um, iemand die zichzelf uh, geen pionier noemt, maar ik ken uh, weinig uh, mensen die meer pionier zijn als, uh, als Peter. Peter, gigantisch bedankt, man. Graag gedaan.